Dank u. We horen daar juist getuigenis van een partijvoorzitter die zijn been heeft gebroken. En wanneer iemand zijn been breekt, dan zijn wij in Vlaanderen, staan wij in Vlaanderen garant dat je een gips krijgt. Wanneer je als kind in Vlaanderen geboren wordt, dan stellen wij ons als overheid garant dat er voor jou een klasje op school staat te wachten. Waarom aanvaarden wij dan als Vlaanderen dat diezelfde ondersteuning niet voor iedereen geldt? En dat we bij bepaalde mensen zeggen, je hebt zorgnood, kom binnen 11 jaar nog eens terug. Daar moeten wij als Vlaanderen, als welvarende regio, bepaalde beperkingen stellen. En daarom dat wij als SPA een ambitieus plan naar voren schuiven en daar ook de middelen tegenover zetten om de wachtlijsten weg te werken voor persoonsgebonden financiering. Wij willen 1 miljard investeren om die wachtlijsten weg te werken. Dat is ons engagement dat wij aangaan, omdat wij het niet aanvaarden dat in een welvarende regio als Vlaanderen bepaalde zorg wel gegarandeerd wordt, bepaalde ondersteuning niet gegarandeerd wordt. Ik denk dat we daar echt werk moeten van maken. Dat vraagt geld, dat is een kwestie van keuzes. Ja. Deze regering heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om 600 miljoen aan de farmacologie te schenken. Deze regering kiest ervoor om cadeaus te geven aan, ik zeg maar iets, Elektra wel. Wel, wij kiezen ervoor om te investeren in zorg. In zorgzekerheid, in de garantie dat iedereen de zorg krijgt waar en wanneer hij die nodig heeft. Ik denk dat we daar absoluut moeten voor gaan.